Vandaag in Spotlight behandelen wij Game en Wario. Game & Wario is een game die ontwikkeld is door Nintendo en ook is uitgebracht door Nintendo zelf. Dus het is een echte Nintendo game. Nou is het eigenlijk weer totaal geen Nintendo game als je gaat kijken naar de content. Een echte Nintendo game voldoet aan catchy muziekjes, oké, daar voldoet hij wel aan. En het voldoet aan goede gameplay, oké, daar voldoet hij niet aan. En een klassiek Nintendo figuurtje natuurlijk. En daar voldoet hij weer wel aan. Want Wario zit tenslotte in de game. Nou, dat hadden jullie vast niet verwacht. En de game is een echte party game. En als jij denkt aan een party game, dan kan je eigenlijk maar aan één titel denken. En dat is natuurlijk Mario Party. Als je nu aan een andere titel dacht, laat me dat even weten in de comments waar jij aan dacht. Vind ik leuk om dat te weten. Echt waar? Echt waar. Maar goed, what the fuck is Game & Wario? Het is dus een... Ik had hem verkeerd aan mond. Het is een soort spel vol met kleine andere spelletjes. Een hele berg minigames zitten erin. En dat is het leuke van deze game. Het is niet zoals de vorige Wario en Wario Play of WarioWare heette die. Dat je echt van die hyper spelletjes hebt waarbij je maar één ding hoeft te doen. Zo, als je nou denkt van, goh, wat is dat? Dan moet je even op het kanaal van een of andere YouTuber. PewDiePie, moet je even kijken. Hij deed net alsof hij het niet wist, maar hij wist het wel. Goed, moet je daar even kijken, dat doet hij met zijn vriendin. Dat klinkt heel wrong. Maar hij speelt die game WarioWare met zijn vriendin. En dat is wel leuk om te zien. Dan heb je een beetje door van, oh, dat bedoelt hij dus met van die hypergames. Ja? Oké, okay, mooi. En deze minigames kan je tegelijkertijd met 5 personen spelen. En het is niet zoals de typische game dat je dus echt met 5 controllers moet zetten. Nee, je speelt puur alleen met die gamepad. Dus puur met dat touchscherm eigenlijk. En die moet je doorgeven aan een ander. Ik ga even een voorbeeld geven. Pictionary zit bijvoorbeeld in de game. Punt is dus, jij gaat dus met die controller zitten. En jij gaat op die controller een tekening maken. En de andere mensen in de kamer moeten dan eigenlijk gaan raden wat jij aan het tekenen bent. En op het moment dat jij het hebt geraden, dan moet degene met die gamepad op correct drukken, want dan heb je het goed beantwoord. Je moet dus gewoon eerlijk zijn, want als iemand dus het goede woord raadt of in de goede richting zit, moet je ook gewoon correct drukken. Hè, is leuk. Helaas zijn er dan wel maar weer 4 multiplayer games die je kan doen. Er zijn wel 12 singleplayer games, dat is dan wel weer het leuke van de game. Bovenop de multiplayer functie die je dus gewoon in je woonkamer kan doen, of in je slaapkamer, of in weet ik veel waar jij je Wii U hebt staan, maar daar in ieder geval, is er ook nog een kleine verkapte online functie. En dat is dus een functie die jou dus Pictionary online laat doen. En dat kan je dan doen met mensen die in de Miiverse zitten. Cool hè? Wat ik net al een beetje zei is dat de minigames in deze game ietsje langer zijn. Of eigenlijk behoorlijk langer zijn dan in de WarioWare reeks. En het is ook geen game die in die WarioWare reeks hoort. Het is echt een losstaande game. En wat ik dus zei, de games zijn ietsje anders, die minigames. Ze zijn net eventjes ietsje uitgebreider. Een leuk voorbeeld daarvan is dat je een soort trophy systeem hebt. Dus kortom, als jij een x aantal punten haalt op een bepaalde minigame, dan krijg jij een bronzen, een zilveren of natuurlijk de gouden beker. En iedereen wil natuurlijk voor die gouden beker gaan. En heb je dan een x aantal punten gehaald in zo'n minigame en een bepaalde beker behaald, dan krijg je daar een soort van munten voor. Die munten kan je in een kip stoppen. Nou, het is zo'n mechanische kip, zeg maar, waar dan zo'n ei uitkomt. En in die eieren, er zitten figurines van figuurtjes uit de game. En dat is leuk, want die moet je dan natuurlijk gaan verzamelen. En op een gegeven moment heb je dus een hele kast vol staan van allemaal van die figuurtjes. Ha, het lijkt ik wel. Ah! Ik moet echt stoppen met dit soort grapjes maken. Serieus. En dan zou je denken, het is een party game, een hoop minigames. Nou, dat is de game dan wel. Fuck nee, ze hebben ook nog een fucking storyline erin weten te stoppen. Echt waar, echt waar. En ik ga jullie vertellen wat het inhoudt. Oké, mensen. Bereid je voor op echt een hele lange uitleg. Wario wil de hoofdrol in zijn eigen game spelen. Dat is het. Dat is echt basically echt de hele storyline van deze game. Dat wou ik gewoon een keertje doen, sorry. En voordat we nu naar de weetjes gaan, ga ik eerst wat anders met jullie doen. Gewoon omdat het kan. Ik ga een stukje uit de game met jullie doen. Ik ga namelijk Pictionary doen. Ik ga iets tekenen op de gamepad. En in het scherm hierboven zien jullie dan mijn tekening staan. En raad of jij het woord weet. Is dat een goede zin? Ik vind het een goede zin.
Als jij alles goed had, laat me dat weten in de comments. Laat me sowieso weten hoeveel jij er goed had. Dat vind ik cool. Dus, here we go. Whatever. Wow, snap! We gaan een foto maken van mij. Oké, awesome. Here we go. Goeie foto van mij, hè. Alright. Moet ik nou weer een foto maken? Oh, ik ben ook player 2. Die kijkt anders. Oké, maar die heeft wel een snor. Oké, awesome. I don't know. Anyway, als ik het woord zelf niet ken, dan pest ik hem gelijk. Dus dan ga ik ervan uit dat jullie het waarschijnlijk ook niet kennen. Zo arrogant ben ik gewoon. Maar goed, take out the stylus. Done! Alright, start. Oh boy, oh boy, oh boy. Oké, oké. Wait up. Here we go. Oké. Dit is het. Het is groen. Het zit op blaadjes. En... Oké. Ja, is het duidelijk? Hebben jullie hem door? Het springt, zeg maar. Het zit al vaak op van die bladen, zit het zo. Of een waterlelie. Zegt jullie iets? Ja, zegt jullie wel wat. Oké. 3, 2, 1. Mooi. Dat was het woord. Goed, geraden mensen. Het was een kikker, inderdaad. Dan hebben we deze. Het is zo'n rond ding. En je kan het opeten. Het zit vaak in een doos. Het is een beetje gemaakt van deeg. Dat zit erin. Ja. Rond ding wat je op kan eten. Ja, je hebt hem. Ja, oké, mooi. Dat was namelijk inderdaad. Het is een hele slechte tekening. Maar het is een donut. Goed zo, mensen. Alright, we gaan verder. We gaan verder. De volgende, dat is zo'n beest wat in de wei staat, zeg maar. Oh, deze is echt heel slecht. Hij staat in de wei. Oh, dit is heel, heel slecht. Maar goed, het is zo'n ding. En hij heeft zo'n ding waar je zo dingen aan hangt. Het is roze trouwens dit. En hij heeft allemaal zwart-witte vlekken. Ja, jullie weten al wat het is, hè? Ja, jullie weten wat het is, hè? Oké, perfect. Het was inderdaad een koe. Goed geraden. Here we go. Dit is fucking leuk. Dit weten jullie waarschijnlijk niet. Het is een bloem. Maar doet er niet toe. Oh, snap. Ik heb hem gepest. Oh, deze is zo cool. Oké, dit is het. En dan heb je hier zo die oogjes. Jullie weten het nu al, hè, wat het is. Jullie weten al wat het is. Hij heeft vaak zo'n groot zwaard op zijn rug, zo. Wow, precies. Isn't it awesome? Inderdaad, mensen. Goed geraden. Het was een ninja. That's right. Weet ik niet. Ik zet even een smiley en dan mag ik hem skippen. Dit is een set square. Ik denk niet dat jullie dat hadden geraden. Dan had ik gewoon een set gezet en... Ik weet ook niet wat... Oh, dit weet ik wel. Oh, snap. Dit weet ik zelfs heel goed. Trauma's, jongen. Trauma's. Dit is haar wat daar groeit, zeg maar. Precies, dat is dus... Inderdaad. Helemaal goed. Armpit haar. Oké, net als die ninja net is dit een wapen van die ninja. Ik denk niet dat ik hem heel goed teken, maar het is zo'n ster die je gooit. Ja, als je het weet, dan weet je het woord. Het is logisch, maar als je... Het doet er niet toe. Het was inderdaad een shuriken. Heel goed, mensen. Goed geraden. Het volgende woord. Dat is een ding waar je... Minecraft-spelers die kennen het wel. Zo'n ding waar je mee... Inderdaad, mee schept. Dat doe je met een... Een shovel, inderdaad. Het is echt een hele slechte tekening, trouwens. Het is net een soort Pokémon die zo'n waterspuug naar boven... Oké, ik raak afgeleid. Tekenen. Here we go. Nee. Wat is het? Het is een... dit is zo'n ding. En dan zitten daar zo dingetjes op. Van die spijltjes of zo. En op de spijltjes liggen dan bijvoorbeeld kipjes. Die je zo kan eten. En dat is toch op zo'n ding. En ja, hebben jullie maar een klein beetje door wat het is? Dan kan je zo eten erop doen. En dan komen hier zo kolen in. Dat is dus een... Ja, jullie hebben wel door. En dat is dus een barbecue inderdaad. Heel goed. Grill dat. Laten we gewoon lekker voor wat het is. Oh snap, deze is awesome. Oké, wacht. Dit is dus een... Als je daar dan een oog ziet en daar ook een oog ziet. En dit is dan een mond. Dit is dan dus een... Inderdaad. En daarin groeit... Nee, geen snot. Ja, ook wel, maar dat andere. Van die... Goed zo. Haartjes inderdaad. Dus het woord is neushaar. Heel goed, mensen. We gaan verder. Hoeveel tijd hebben we nog? We hebben nog 47 seconden. Oké, ik wou het woord bijna zeggen. Dat is echt heel stom. Oké, dit is een vogel. Maar hij is uit de kluiten gewassen. En hij is heel groot. En hij steekt zijn kop vaak in de grond. Ja, oké, helemaal goed. Ik had zijn lichaam veel groter moeten maken trouwens. Maar inderdaad, het is een... Struisvogel. Heel goed, mensen. Here we go. Ostrich is dat in het Engels. We hebben nog 27 seconden. Niet de voorkant, maar iemand, maar zijn... Rug. Heel goed. Zijn bek dus. Met een streepje. Weten jullie dat gewoon? Jullie zijn fucking goed, mensen. Jullie zijn echt goed bezig. Oké. Een winkel waarin jij... dit soort dingen kan kopen. Waar je in kan lezen. Inderdaad, een boekenwinkel. Dat was heel makkelijk. Ik heb het heel goed gedaan. We hebben nog 12 seconden, mensen. Here we go. What? Ik lijk wel eens ook tegen. Dit is heel vervelend. Hello, I am Sancho and I'm wearing my poncho. Heel goed, man. Alright.
Wat is het voor? Deze weet ik niet, dit is een smiley. Wow, rickshaw, jij wist het! Jij bent fucking goed! Hoeveel tijd hebben we nog? 5 seconden! Oh, dit was hem inderdaad. Als je in het draad ben je fucking awesome, het is geen strijkplank. Inderdaad, dat was een balance beam. Mensen, een balance beam. Ik weet niet of dat het woord is, maar... Ik vind dat dat het was. Even kijken wie heeft gewonnen. Player 1 of player 2? Ik weet het niet. Player 2 heeft gewonnen! Goed, dat was het mensen. Vonden jullie dit leuk? Ik vond dit leuk. Willen jullie dat ik dit vaker ga doen? Laat het me weten in de comments. Maar voordat jullie dat gaan doen, ga ik jullie eerst vragen om nog even te genieten van de weetjes. Feitje 1. Game & Wario was een game die eigenlijk helemaal niet als game gereleased moest worden. Het is eigenlijk een tech demo geweest die standaard op de Wii U had moeten staan. Zodat je eigenlijk een beetje bekend zou raken met de controls op de gamepad. Een beetje te vergelijken met Wii Play. Ik denk dat een paar van jullie dat misschien zouden kunnen kennen van de Wii. Maar dat was eigenlijk zo'nzelfde soort game die uiteindelijk bij... Nee, die werd los verkocht nog. Er zat een controller bij destijds. Smerig is dat eigenlijk. Ja, vandaan Nintendo. Maar goed, het werkte wel. Want ik heb hem gekocht. Sterker nog, ik had er meerdere gekocht, zodat ik meerdere controllers had. Om te beginnen had deze tech-demo trouwens niet eens een Wario-team. Maar dat is later toegevoegd om er inderdaad een aparte game van te maken. Weetje 2. Ik had het net over het figurine-systeem. Waarbij je dus uit die kip eigenlijk een ei krijgt. En in dat ei zit dan een figurine. Oorspronkelijk wilden ze dat eigenlijk heel gaar doen. Een beetje te vergelijken met het gelukskoekjesysteem. Weet je wel, dat je zo'n koekje openmaakt dat er dan een briefje op staat. Nou, zoiets wilden ze eigenlijk ook doen. Maar dan met een quote van een karakter uit de game erop. Nou, ik ben blij dat ze dat niet hebben gedaan, want dat was echt fucking gaar geweest. Ze hebben nu dus gewoon de figurines, wat nog steeds niet heel vet is, omdat het niet zoals in Smash Brothers dus de volledige Nintendo-reeks eigenlijk pakt, maar puur figuurtjes uit de game. Feitje 3. De game is eigenlijk helemaal niet zo populair en Nintendo had dat zelf ook door, dat de game dus niet zo populair was. En wat moet je dan doen? Dan moet je reclame maken voor je game. Wat heeft Nintendo dus gedaan? Ze hebben een website gecreëerd. Waarbij jij geen geld kon doneren, want dat wilden ze niet. Maar waarbij je eigenlijk de website kon delen met vrienden via Facebook of via Twitter. En zodoende wilden ze dus gewoon echt meer publiek trekken voor deze game. Dus een beetje zoals Kickstarter, maar dan zonder geld. Daar komt het eigenlijk op neer. En bij een bepaald aantal likes kwam er dan een trailer uit. En aangezien iedereen natuurlijk helemaal weg is van trailers. Yay, dacht iedereen van, goh, we gaan het liken en we gaan het delen. Feitje 4. De minigame Sketch laat jou een bepaalde tekening maken. En dat kan je online doen met mensen in Miiverse. Nintendo uploadt op zijn eigen YouTube kanaal de beste tekeningen van Miiverse. Vet hè? Vet man. Vet man! Vet man! Vet man! Ik maakte echt een hele vieze beweging daarmee. Feitje 5. In de minigame Gamer zitten een hoop verwijzingen naar Mario. Zo is er bijvoorbeeld een achtergrond van Bricks, net zoals dat in Mario is. Is er een mannetje in een Goomba kostuum die de voet van Mario moet ontwijken? Oh, wat origineel! Maar als klap op de vuurpijl. En dat vind ik wel echt vet trouwens. Is de vliegenmapper uit Mario Paint weer terug? En wie van jullie Mario Paint kent? Dan ben je waarschijnlijk rond mijn leeftijd. Feitje... Oké, we gaan geen feitjes meer doen. Wat zijn mijn favoriete games in deze game? Eigenlijk alleen Pictionary. Mochten jullie trouwens een keertje Pictionary met mij willen doen... Dan heeft Oh My God Pop Draw My Thing. Dat is leuk. Mocht je dat een keertje willen doen... Volg mij op Twitter. Ik ga dat namelijk heel binnenkort een keer doen met mensen... Misschien ga ik het dan wel opnemen. Wie weet. En dan nu, de vraag van de week. Welke game speel jij graag als je een feestje hebt? Speel jij dan inderdaad Mario Party, Mario Kart misschien? Nu ben ik echt op de Wii-reeks. Maar of doe jij bijvoorbeeld graag FIFA of ga je Call of Duty spelen met je vrienden? Laat het me weten in de comments en laat me weten wat jouw favoriete partygame is. Ik ga jullie nu bedanken voor het kijken naar de video. Tot de volgende keer en doei! Gamer, je moet me geloven. Check die shit, tof. Game over. www.nlgamer.nl
Gamers.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.